Dit is de afgelopen week nieuw binnengekomen in ons magazijn. Het is zaterdag en daarom is er wederom de vraag: wat is er de afgelopen week nieuw binnengekomen aan bordspellen, kaartspellen, accessoires en alles eromheen? Zeker is te weten, hou jij van kwantiteit of van kwaliteit? Wat is dat nou voor vraag? Kwaliteit? Kwaliteit, nou kwaliteit. Dan zit je goed deze week. Het zijn niet extreem veel, maar de kwaliteit is goed. Nou, kom maar door, begin dan gewoon. We beginnen klein met Tucano, niet Trails of Tucano, maar gewoon Tucano. Dat is ook Trails of Tucana, toch? Dat klopt. Toucans houden van lekker fruit. Het staat hier, prima. Leg je eigen verzameling fruit aan een split intussen de minpunten bij je buren in de maag. Dit ook klinkt echt gewikkeld. Is een toucan er niet vies van om een lekker hapje weg te roven? Nou, ik denk heel Vertel veel interactie. Vertel jij dit of is het Nederlands? Nee, het is Nederlands. Oké. Okay. Maakt het niet veel beter. Top. Hoe dan ook, er klinkt heel veel interactie, klein kaartspel. Klein kaartspel en het ziet er schattig uit. Ziet er inderdaad schattig, uit. Dan hebben we hier iets minder schattig, de Bloody Inn. Ja. Om eerlijk te zijn, de cover trekt mij niet, maar jullie blijkbaar wel, want hij is al goed verkocht. Het gaat over een klein dorp waar heel veel reizigers langskomen. Uiteindelijk probeer je als boerderij rijk te worden. Als boerderij? Een inn is toch een kroeg? Ja, klopt. Maar ik denk, even kijken. Ik zit ondertussen te kijken wat er allemaal gebeurt. Ik stel me zo voor dat er allemaal reizigers zijn en die hebben weet ik veel kilometers gelopen. Die denken, nou hier is een inn, hier kan ik even uitpuffen. Blijkt het een bloody inn te zijn? Ja, het is namelijk, je gaat investeren in een inn, oftewel inderdaad een plek waar mensen kunnen slapen, om reizigers te beroven. Oh nee, een inn is natuurlijk geen kroeg, maar meer zeg maar is een kroeg waar je ook kan slapen. Een herberg. Ja. We zijn er. We komen er wel. Ja, de Bloody Herberg. Dan, hier heb ik veel zin in. Ik vind A, dat dit een Nederlandse versie moet krijgen. Ik zeg het gewoon. Oké. Okay. Ik denk B, dat dit zeg maar kwaliteit Terramystica kan zijn, oftewel top 20 voor ons, in theorie. Mm-hmm. En ik denk C, dat ik er heel veel zin in heb. Ik denk dat ik er ook heel veel zin in heb. Het is natuurlijk Revive, toch wel een speelhit van vorig jaar. Yep, hebben we een klein beetje gemist. Duurde een tijdje voordat hij binnenkwam. Allemaal heel jammer. Maar je moet hem niet uit het oog verloren zijn, want de beoordelingen zijn fantastisch. Dus Revive gaan we zeker spelen. Ik ben blij dat we er nu eindelijk aan konden komen voor de shop, want ik ben er al sinds Spiel nieuwsgierig naar. Nou, Spiel is bijna weer, dus nu kunnen we eindelijk beginnen. Ja, ik zag vandaag iemand Revive bestellen met de hele mooie insert. Folded space, zo'n color insert erbij. Oh, echt? Ja, en toen dacht ik, deze persoon is goed bezig. Die snapt het. Dus Revive, ga er echt even naar kijken. Voor expert spelers is het denk ik echt een aanrader. Leuk. Dan hebben we ook, en dat is misschien voor jullie iets minder leuk, maar een paar dozen. Wat zit er in deze doos? Hier zit Vindication in. Ik ga hem er even uithalen. Oké, doe jij dat maar soepel. Moet ik iets vasthouden? Maar we hadden dit op zich vooraf kunnen doen, maar... Nee joh, jullie zijn er allemaal bij. Ik heb hem eigenlijk nog helemaal niet uit de doos gezien. Het is besef het maar echt nu. Heel mooi. Hupsakee. Het is jammer dat het een beetje area majority is, dus daardoor iets minder ons ding. Maar dit ziet er toch top uit, of en niet? En wat zit er aan extra materiaal in dit seal? Ja, je ziet hier aan de achterkant, dus voor jullie misschien lastig te zien. Zie je dat er ook nog wat zit? Oh ja, maar wacht, ik weet niet of dit een normale uitvoering is, maar hier staat ook inclusief engraved metal medallions. En een custom tray insert. Ik had ergens gezien dat in een bepaald jaar, want hij is al iets ouder, hij is al een aantal jaar uit, dat de Dice Tower hem nomineerde of zelfs heeft laten winnen als spel van het jaar. Dus vind interessant. Dikke aanrader. Ja, ga er even naar kijken. Dan een accessoire wat ons heel handig leek, namelijk deze token trays. Het is gewoon letterlijk eigenlijk een tray zoals je hem in een spel zou aantreffen. Best wel een grote, dus hij zal niet in ieder spel passen. Maar hij is wel heel handig, lijkt ons. Hij is vrij dun, dus hij kan vrij snel op een doos. Ik denk een beetje zeg maar de Dominion-achtige dozen en groter. Daar heb je heel vaak gewoon nog ruimte over. Dus dan is dit perfect. Hoef je niet weer met 100 miljoen Ziploc zakjes aan de slag. Er zitten best wel veel gaten in, hè? 5 bij 4. 20 gaten. Zo, ja, nou precies. Handig. Goed dekseltje erop. Doet me een beetje denken aan dat die trays die je krijgt bij Ark Nova. Ja. Dus als je die fijn vond ik dikke prima. Dan kun je ze dus gewoon aan elk spel toevoegen. Wij vonden het in ieder geval interessant, dus daarom hebben we ze ingekocht. Dan, hij kwam best laat. In de zin van... Dat de Engels al lang uit was. Ja,
Want, mocht je denken, wat is dit? Dit is de Nederlandse. Ja, ik kan dus gewoon op de achterkant even voorlezen hoe ze het zelf omschrijven. De spacers beginnen met een startdek en zullen met behulp van hun vaardigheden en invloed een steeds machtiger dek samenstellen. Met daarin bekende personages uit de tovenaarswereld, toverspreuken en voorwerpen. Alleen door samen te werken zullen de spelers erin slagen het kasteel Zwijnstein te beschermen en hij die niet genoemd mag worden, te verslaan. Maar we kunnen hier toch zelf over vertellen. We hebben de Engelse versie al lang uit en dat bedoelde ik ook met een beetje later. Engelse versie is echt al een aantal jaar uit. Maar ze komen toch nog met de Nederlandse versie, wat natuurlijk heel fijn is voor de doelgroep, want dit is één van de Harry Potter spellen, één van de twee Harry Potter spellen, die wel goed is. Ja, deze is echt goed. Dit is echt goed. Echt een leuk spel. Het is makkelijk. Dus je kunt dit ook met families gewoon spelen. Het is een coöperatief deckbuilding spel waarbij je dus samen probeert de vijanden te verslaan. En over het algemeen is het gewoon kaarten kopen, kaarten spelen. Dat een beetje. En je probeert zoveel blokjes bij een vijand neer te leggen. En als die er voldoende heeft, dan gaat die kastje weilen. Ja, veel moeilijker is het niet. Ja, maar het zit wel gewoon heel goed in elkaar. Ja. Er zitten 7 boeken in. Dat zijn doosjes met erin extra speelmateriaal. Dat vormt een campagne naar aanleiding van de boeken en de films. Je speelt ook de karakters uit de films eigenlijk wel. Het is wel duidelijk, zeg maar, de karakters uit de films. En dat is ja gewoon superleuk. Die worden op een gegeven moment ook ouder. Dus het voelt helemaal alsof je meegaat met het verhaal. Super goed gedaan. En het is geen legacy. Je kan het gewoon resetten. Of je kan denken, hey, er komt een nieuwe groep. Ik maak het wat makkelijker. Ik haal wat items weg. Of je denkt, we hebben dit al zo vaak gespeeld met deze groep. Ik voeg gewoon al het materiaal in één keer toe. Je kan het doen zoals jij het wil. We vinden het echt fantastisch. Helemaal niet eens. Goed, het boodschappenlijstje dus. We hebben er namelijk nog eentje staan. Harry Potter Hogwarts Battle in het Nederlands, als je hem nog niet hebt. Revive. Ga je natuurlijk ook kopen. Vindication is ook een aanrader. Dus als je het je mechanismen staan. Want wij denken dus dat die bij ons net niet helemaal matcht, maar toch? Het is een dure week, wou ik zeggen, want er komt er nog eentje bij. Ja, en die slokt gewoon je complete pensioen op eigenlijk. Ja, maar ergens wel terecht. Ja. Ik heb namelijk een blog gelezen van Jamie Stegmaier. Dat is een beetje de man achter Stonemaier Games. Of niet een beetje, gewoon helemaal de man achter Stonemaier Games. En die uitgeverij kun je kennen onder andere van Wingspan. En hij heeft zelf bijvoorbeeld site gemaakt. Dat hij ergens niet begreep dat hij zo goedkoop was. En als je ziet wat erin zit, dan snap ik het ergens ook wel. Ja, maar het is ook niet dat Jamie Stegmaier bekend staat om zo'n goedkope spelletjes. Dat klopt inderdaad. Nee, maar alsnog, dan ga ik er even vanuit dat hij heeft er in ieder geval verstand van. Ja. Oké, lang verhaal kort. We hebben het over de Everdell Complete Collection. En die is niet alleen complete, maar ook hartstikke zwaar. Echt, deze enorme doos, die zit gewoon vol met de enorme doos. We gaan hem even niet uitpakken, want wij hebben zelf alle losse delen al. Dus we gaan zelf niet de complete collection aanschaffen. Maar we weten wel dat heel veel van jullie er wel op zaten te wachten. Dit is de Engelse versie. De Nederlandse komt er ook niet. Nee, klopt. Dus als je daarop wacht, dan kan je lang wachten. Ja, wat moet je erover vertellen? Alles van Everdell en meer. Ja, precies. Dus alles wat je nodig hebt. Uitbreidingen, extra tokentjes en extra kaarten nog van weer extra packs. Dus ja, dit is gewoon echt, het is echt een zware knakker. Dus ondanks dat het niet goedkoop is, oké, krijg je wel heel veel waar voor je geld. En misschien is het een déjà vu voor mensen van 2 weken geleden. Maar toen hadden we namelijk de Everdell Big Old Box of Storage binnen. Maar dat is dus een lege doos. Er zitten wel dingen in, maar niet het spel zelf. Dus dat is voor als je de onderdelen losser hebt. Dus je hebt het basisspel en uitbreidingen al, of in ieder geval een deel daarvan. En dit is dus alles. Al het spelmateriaal. Dus als je nog niks van Everdell hebt, of je denkt, alles wat ik heb verkoop ik, want ik wil graag de complete collection. Dat kan natuurlijk ook. Dan moet je deze hebben. Precies. Dus ga er zeker even naar kijken. Dit was deze week nieuw binnengekomen in het magazijn. Ik ben heel benieuwd waar jij het meest nieuwsgierig naar bent. Want ik vind de toppers bij zitten, of niet? Ja, zeker weten. Ik ben echt enthousiast. Nou, top. Over een weekje zijn we weer terug, als het tenminste voldoende binnenkomt. En we hebben nog heel veel andere video's op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Lieve groetjes.